We hebben nu al sinds een maand of zeven een man die in de achterkamer woont. Je kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit vertoond. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal, die onnatuurlijk om het leven is gekomen. Mijn vader zegt, dat krijg je van zo'n commensaal. Had jij zo'n stiekemerd maar nooit in huis genomen? Mijn moeder zegt, maar Jan, het is zo'n keurig nette man. Zo rustig en beleefd en die nooit dat beschadigd heeft. Maar ja, daar ligt die juffrouw in dat trapportaal. Nou kun je zeggen wat je wil, maar zoiets is toch niet normaal. De huur betaalt hij stevast alle weken. Toch hadden wij hem liever niet gehad. Bij ons wordt anders niet zo nauw gekeken. Bij commensalen heb je altijd wat. Er ligt alweer een juffrouw in het trapportaal, die onnatuurlijk op afschuwelijke manier is overleden. Mijn vader zegt, dat krijg je van zo'n commensaal. Had jij die stiekem er maar nooit in huis genomen? Ja, mijn vader pikt het niet. Hij zegt, dat is de vijfde giet. Wat heb ik aan die gein? Dat kost maar zeep en terpentijn. Het is geen gezicht, zo'n juffrouw in dat trapportaal. En vrijheid, blijheid daar niet van, maar zoiets is toch niet normaal. Als iemand eens een dame wilt ontvangen, dan is er in principe geen bezwaar. Maar niemand kan het uiterste verlangen. Wij maken van ons huis geen abattoir. Er ligt weer net zo'n juffrouw in dat trapportaal. En alle mensen komen thuis met rode schoenen. En Koba moppert, want haar loper wordt zo schraal. Als je hem elke keer maar weer opnieuw moet boenen. Er wordt in onze buurt al veel gegiegeld en gegluurd. Dat krijg je met zo'n vent, al sta je nog zo goed bekend. Hij moet maar weg, al is het een goede commensaal. Zo'n juffrouw hoort in het kanaal en niet bij ons in trapportaal.